Mensen vragen mij soms, wat is het DNA van de N-VA? En daar bedoelt men dan mee, wat hebben zowat alle N-VA'ers gemeenschappelijk? Wat maakt een N-VA'er tot een N-VA'er? Wel, N-VA'ers die voelen zich thuis in Vlaanderen. Het is de plaats waar wij ons goed voelen. De plaats die wij graag zien en die we met trots willen en durven uitdragen. Wij omarmen complexloos die Vlaamse identiteit, die gebaseerd is op de Nederlandse taal en de waarden van de verlichting. Die brengt een Vlaams burgerschap voort dat ons in staat stelt om als gemeenschap een gedragen systeem van solidariteit en democratie te organiseren. N-VA'ers willen daarom ook meer Vlaamse autonomie. Onze Vlaamse gemeenschap moet nog meer dan nu zelfstandig keuzes kunnen maken. Dat doel trachten wij niet te bereiken via een revolutie, maar wel geleidelijk aan, via een democratisch gedragen evolutie. N-VA'ers geloven in een samenleving waarin elk individu zich mee verantwoordelijk voelt voor de gemeenschap als geheel. Vlaanderen is solidair, maar wie misbruik maakt van die solidariteit, die moet daarop aangesproken worden. Samenleven is een verhaal van rechten en plichten. Van nemen, maar ook geven. Als iedereen zijn bijdrage levert, geraken we als gemeenschap verder. En N-VA'er durft de lat ook hoog leggen voor zichzelf en voor anderen. Hij neemt geen genoegen met middelmaat, maar wil streven naar het beste. Om die reden geloven wij ook in het belang van goed en veeleisend onderwijs. Onze sleutel naar een succesvolle generatie van morgen. Betutteling is niet ons ding. De N-VA is daarom een partij die streeft naar welvaartscreatie via vrij ondernemerschap. Overbodige lasten en regels moeten op de schop, zodat wie wil ondernemen in Vlaanderen zijn creativiteit de vrije loop kan laten. Want de innovatie, de economische vooruitgang en de jobs die zo ontwikkeld worden, die tillen de hele gemeenschap naar een hoger welvaartsniveau. Tot slot willen N-VA'ers ook hun verantwoordelijkheid opnemen. We hebben de ambitie om onze ideeën ook in realiteit om te zetten. Dat kan enkel als je ook effectief beleid voert. We hebben als partij nooit schrik om die plicht te vervullen. Maar om mee te besturen gaan we wel nooit onze meest dierbare principes overboord gooien. De voorbije 20 jaar bereikten we honderdduizenden Vlamingen die zichzelf in dit DNA herkenden. De N-VA groeide uit tot dé centrumrechtse volkspartij van Vlaanderen. De komende jaren zullen we vanuit die positie keihard verder werken. Zowel waar we besturen als waar we in de oppositie werden gedwongen. Om de Vlamingen de toekomst te bieden die zij verdienen.